vandaag is de dag van de otter. Dus laten we eens een otter gaan tekenen. Doe even mee? Ja, de otter. De dag van de otter. Internationale dag van de otter zelfs. Otter, ik vind het een prachtbeest. En helaas heb ik hem tot nu toe alleen nog maar in een dierentuin gezien. Maar ze komen weer steeds meer voor in Nederland. En ik ben op plekken geweest waar die dus regelmatig te zien is geweest. Maar hoe teken je nou zo'n otter? Laten we eens een otter gaan tekenen. We beginnen met de neus. Zo. Otter heeft ook vrij veel snorharen. Die gaan we dadelijk beter tekenen. Kleine oortjes. Heel veel snorharen heeft hij. Hele grote ook. Die alle kanten op staan. Zo. Vrij brede poten, want daar zitten zwemvliezen tussen natuurlijk. Zo. Hij is ook best wel behaard. Dus het lijkt een beetje op een bever, wat dat betreft. Vrij dikke vacht hebben ze. Otter. Hij is ook vrij lang, een otter. Wat dat betreft lijkt hij ook wel een beetje op een zeehond qua lichaamsbouw. Maar ja, ik ben geen bioloog, hè, dus ik zeg nu maar wat. Maar misschien is het wel helemaal niet zo. Vrij lange staart ook. Zo'n bever. Hier nog een achterpoot natuurlijk. Zwart, het is donker. Hij is hier van voren is wat lichter dan de rest van zijn lichaam. Dus zijn buik en zijn borst en zijn kop die zijn wat lichter. De bovenkant van zijn kop is weer wat donkerder. Een bever. Probeer zelf ook even een bever te tekenen. Misschien kun je ook eens een strip vormen van een bever. Hè? Misschien ken je ze nog wel. De gebroeders bever. Otter. Het is een otter. Hè? Ik verspreek me gewoon. Het is een otter. Ik zat even te denken. Probeer zelf eens een bever. De strip. De gebroeders bever uit de Vaaltjeskrant. Maar nee, het is een otter. Een otter. Ik weet niet of een otter zat er een otter in de Vaaltjeskrant. Nee, volgens mij niet. Nou, ga eens op zoek naar een plaatje van een otter en probeer die eens na te tekenen. Ja, en heb het geluk dat je misschien een keer in de natuur tegenkomt. Ik vind prachtige beesten, zijn ook altijd erg leuk aan het spelen met elkaar. Tenminste, zag ik in de dierentuin. En gewoon een heel erg vrolijk beest, de otter. En ik hoop dat er meer komen in Nederland.
Dit was het voor vandaag. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!